In de Tien van Taal zie je onze visie terug van uh, de, mij en mijn en uh, Wat we vooral heel erg belangrijk vinden is dat studenten uh, terwijl ze op de pabo zitten en daarna uh, hun eigen visie op taalonderwijs gaan ontwikkelen. En we hopen natuurlijk dat we daar wat van die Tien van Taal in terug gaan zien.